Goedemiddag, mijn naam is Jan Stoops van de firma Zoomtobel Lightning. We zijn hier vandaag te gast in Hasselt in het teken van het Centrum voor Gezonde Scholen. Als het over verlichting gaat in schoolgebouwen, wordt er nog al te vaak te weinig nagedacht over het energiepotentieel dat men kan besparen op het vlak van verlichting. De meeste klaslokalen zijn nog altijd uitgerust met een aan-uit systeem. Dat wil zeggen, 's morgens wordt het licht aangestoken en 's avonds, als men het dan niet vergeet, wordt het licht uitgedaan. Of anders blijft het misschien wel de hele nacht branden. Men kan enorm veel energie gaan besparen door daglicht afhankelijk te sturen of door een aanwezigheidsmelder te plaatsen, zodat het licht automatisch uitschakelt wanneer er niemand meer in het klaslokaal is. Of dat het licht gedimd wordt door het feit dat het daglicht toetreedt gedurende de dag en daardoor voldoende daglicht aanwezig is en het kunstlicht kan gedimd worden of zelfs kan uitgeschakeld worden. Dat is een belangrijke factor, want energie zal in de toekomst altijd maar duurder worden. En ook als voorbeeld naar de maatschappij toe, denk ik dat zeker scholen daar een belangrijke rol te spelen hebben in het bewust omgaan met energie en het groene denken. En ook denken aan de volgende generaties die eraan komen, dat daar ook nog voldoende mogelijkheid en voldoende energie voor aanwezig is.